Stanley Bettersen is de nieuwe algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB. Het protocol van overdracht is getekend op maandag 4 januari 2021. De bijbehorende documenten zijn bevestigd in aanwezigheid van minister Diana Pocky van Grondbeleid en Bosbeheer en het stichtingsbestuur. De sleutels van het kantoor werden overhandigd aan Meredith Vitoli, voorzitter van het stichtingsbestuur. Minister, bestuur, ik wil alvast ieder heel hartelijk bedanken voor de steun en medewerking die ik in de afgelopen periode heb gehad. Er breekt een nieuw tijdperk aan, er is een nieuwe AD en ik wens ook aan de nieuwe AD heel veel succes toe. Het enige wat we kunnen doen is dat we het beter proberen te doen en daar is waarvoor we gaan in het belang van Suriname. Ik wens u dan heel veel succes in uw verdere carrière. En de heer meneer Stanley Bettersen, nieuwbakken directeur SBB, wil ik ook bij deze feliciteren. En het allerbeste toewensen, heel veel kracht en wijsheid. Het is een uitdaging, maar als we Suriname voorop stellen, dan weet ik zeker dat, dat hij met de steun van de Almachtige erin zal slaan. Als we internationaal kijken waar Suriname staat, wat betreft onze bossen, dan zegt de wereldgemeenschap dat we in feite 98% bos hebben, bosbedekking. Het kan hier en daar natuurlijk verschillen, maar ik denk dat het een goede benadering is. En het eerste natuurlijk is om zoveel mogelijk datgene wat we hebben te behouden. Het is een deel van Amazone oerwoud, zoals gezegd wordt in de wereld, longen van de aarde. Dus zeer zeker moeten wij als Suriname daar alles aan doen om dit voor de wereld te behouden, zoals eigenlijk van oorsprong is geschapen door de Almachtige. Natuurlijk dan moet het beleid dan duurzaam zijn, want duurzaamheid wil zeggen dat je het in stand houdt voor generaties op generatie. En zoals SBB dat nu doet, is het dat men een bepaalde systeem heeft ontwikkeld, ook internationaal erkend, waarbij er op een verantwoorde wijze wordt omgegaan met het bos. Dat economisch wordt aangewend, maar dat op een manier waarbij we zeker weten dat het bos de kans krijgt om weer verder in stand te blijven. En dat beleid zal voorgezet worden. Natuurlijk gaan we ook naar andere zaken kijken. Maar als we kijken naar de boswet van 1992, daar staat eigenlijk dat er je eigenlijk veel meer kan doen met het bos. Een van de andere zaken waar ik zeker naar wil kijken, en ook heb ik hier bij SBB er mee rondgelopen, is dat van de non-timber forest products. Dus in feite niet houtproducten uit het bos. Om die ook aan te wenden voor de ontwikkeling, vooral van de gemeenschappen in het binnenland van Suriname. Dus dat is een van de zaken die ik hier heel hard aan wil trekken. Voor wat betreft de staatskas, natuurlijk is het belangrijk om te kijken naar de bijdrage die geleverd wordt aan de staatskas. Daarvoor, je gaat natuurlijk inventarisatie moeten maken van wat is de situatie nu en waar wil je naartoe. Het is zo dat er tot nu toe retributie wordt betaald op houtblokken. We weten dat er houtblokken worden geëxporteerd. En de vraag is, moeten we dat van verwerkhout niet meer gaan stimuleren? Omdat dat meer werkgelegenheid oplevert. Natuurlijk kan ik nu van alles gaan zeggen, maar je gaat pas weten wanneer je de totale inventarisatie hebt, totaal beeld. Je hebt natuurlijk enig idee van wat er zou moeten gebeuren, maar er zijn diverse stakeholders. Je gaat samen met de stakeholders moeten kijken naar de beste mogelijkheden om het beste hieruit te krijgen. Omdat als we allemaal weten dat je dat verwerkhout meer oplevert, gezaagd hout, dan weet je dat je gaat moeten investeren in de randvoorwaarden daarvoor. Meer ondernemers stimuleren om in houtmarktbusiness te gaan, maar ook houtzagerijen op te zetten. Dat is kapitaalintensief. Maar
waar de overheid eventueel dat zal moeten stimuleren, dan zal dat ook moeten gebeuren. Het zal niet iets zijn van een jaar, twee jaar, maar waarschijnlijk een lange termijn planning. Dus dat is een van de manieren. Want met meer werkgelegenheid creëer je ook meer inkomsten voor de overheid. Je kan ook dat gezaagd houden dan ook exporteren. Het is dan een eindproduct in feite. En dat kan heel veel meer opbrengen. Nu, op dit moment kan ik niet over cijfers praten, omdat ik dat zicht nu niet heb. Maar ik denk dat als we naar de internationale trend kijken van het verschil tussen rondhout, exporteren en gezaagd materiaal, dat de staat veel meer daaraan verdient, maar ook ondernemers. Dus eigenlijk SBB heeft te maken meer met de bosontwikkeling. Je hebt ook dat gedeelte van LBB, waarbij het gaat over wildlife, etc. Daar is SBB ook nauw bij betrokken. En die natuurreservaten, natuurlijk als je te maken hebt met houtkap, dan ga je niet in de natuurreservaten, maar je bent daar buiten. Maar ook daarbuiten die natuurreservaat is er wildlife. Dus daar wordt er natuurlijk ook rekening mee gehouden. En binnen SBB, wat dit betreft, is die kennis er. En daarop wordt het dan voorgeborduurd. Ik ben iemand van de wij-benadering. Ik werk samen met ieder, hoeveel mogelijk. Iedereen heeft ideeën. En wij kijken hoe wij het beste daaruit kunnen halen. Natuurlijk heb ik de verantwoordelijkheid, ik zou zeggen, degene die als in feite geen besluit genoemd gaan worden, is de algemeen directeur die dan. Maar ik ben iemand, mijn benadering is altijd wij, we doen het samen. En dat zal niet veranderen wat dat betreft.